Ja. 100 gram lichte bastardsuiker. Koken, knutselen met je kinderen, mensen die elkaar wilden helpen. Al die initiatieven zijn wij gaan verzamelen op een platform. En zo is eigenlijk Hoe kom ik mijn dag door.nl ontstaan. Ik ben Suzanne Baas en ik werk als digital marketing communicatie professional voor Brunel. Dat doe ik 3,5 jaar. Ik zit op dit moment gedetacheerd bij ABN AMRO. Zal ik hem schillen en dan mag jullie hem zo snijden? Aan het begin van de lockdown veranderde de wereld toch eventjes voor ons allemaal. Iedereen is veel meer aan huis gekluisterd, ik zelf ook. Ja, toen kwam ik eigenlijk samen met Janneke Doornbos op het idee om... dat we eigenlijk mensen de inspiratie en tips wilden geven van hoe je nu in de veranderde wereld leuke dingen kan doen. Ja, de 1,5 meter regel is in huis toch wel lastig. En Janneke heeft een bootje. Dus toen dachten we, ja, waarom gaan we niet op de boot zitten? Ik werk vaak bij grote corporates waar ook heel veel specialisten zitten. Dus ja, nu doe ik echt eigenlijk alles zelf. Ja, dus we moeten eigenlijk echt een contentplanning maken. Dus van het bouwen van een website, tot aan de campagnes, tot aan social media, tot aan alle content schrijven. Ja, dat is toch wel nieuw voor mij. Het viel me ook dat het plaatje nog niet helemaal clickable is. Ja. En moet je dan daar nog rekening mee houden? Waar... Vanuit Brunel hebben we een digital marketing community. Daarin heb ik onze eerste versie live was gedeeld met mijn collega's. En die hebben ook heel veel tips gegeven die wij direct zijn gaan gebruiken. Ja, heel leuk opgezet. Er staan inderdaad gewoon handige tips op. Ik vind het een heel gaaf initiatief in deze tijd. Ja, ja. Brunel die geeft mij de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen. Daarvoor volg ik een postmasteropleiding Digital Marketing Strategie en Leiderschap. Ik kan het nu dus direct gebruiken in de praktijk op mijn eigen platform hoekomikmijndagdoor.nl. Mijn naam is Suzanne Baas en dit is mijn extra stap.